dachten jullie, laten we het nog maar even spannend maken voor het publiek? Nee, dat dachten we zeker niet. Zeker die tweede set stonden we wel aardig voor en lieten we toch wel wat punten, punten lopen. Hij serveerde ook wel goed, maar ik kreeg een paar punten om de oren. En toen was het kopje er weer bij pakken. En blij met de winst. Het was denk ik niet onze beste wedstrijd. We hadden best wel lastig sommige fases, maar uiteindelijk gewonnen en daar gaat het om. En de vraag die jij denk ik alleen maar krijgt, hoe is het met je enkel? Gaan we niet meer over hebben. Nee, maar het gaat goed. Gaan we niet meer over hebben. Waarom niet? Omdat het geen issue meer is. We gaan het over de wedstrijden hebben en over de tactiek en niet meer over de enkel. Dan gaan we vanuit dat alles goed is. Tweede wedstrijd is ook gewonnen. Hoe vond jullie spel gaan? Onze tactiek was vrij goed. We pakten vrij veel blokverdedigingspunten. Uitvoering had nog beter gekund, waardoor we nog meer ballen hadden kunnen pakken. En nog wat makkelijker voor onszelf hadden kunnen maken. Verder vrij aardig. Voor het publiek zijn jullie natuurlijk een vrij nieuw team. Hoe ver kunnen jullie komen? Ja, dat zullen we zien. Wij hebben in ieder geval alle vertrouwen in. Dat we in ieder geval de potentie hebben om een ontzettend goed team te worden. We zijn nog niet daar, we willen echt nog veel verder. En daar gaan we alles aan doen en dan zien we het wel. Ja. Ja. Want wat maakt jullie zo'n sterk team? Ik denk dat met name het blok verdedigend, dat zie je vandaag al. Wat Chris zei klopt wel, de uitvoering had hier en daar zelfs nog wat beter gekund dat we nog meer blokverdedigingpunten pakken. Maar ja, Chris is een supergoeie blokkeerder en ik kan een aardig balletje verdedigen daarachter en daar vullen we elkaar heel erg in aan. Ja. Christian, heb je een beetje kunnen genieten hier van de sfeer? Zeker, het is hartstikke leuk om hier te spelen en ik kijk er nu al uit om donderdag weer te mogen staan. Succes alvast. Dankjewel.